Hey mensen, Mark hier. Weer een nieuwe video. Squad Battles Awards. Allerlei packs die ik nog had van daily objectives. Weekly objectives die EA heeft gegeven wat ze goed hebben gedaan deze week. En we hebben weer Elite 3 in de Wicked League. We hebben het voor de derde week op rij nu. Wat het voor Elite 1 maandelijks heel chill maakt. Want het betekent dat ik voor de maand nog maar 25 winst moet halen volgende week. En dat is enorm makkelijk nu. Dus dat is chill. Top 100 is indrukwekkend, om het simpel te zeggen. Tony heeft geloof ik 118 wins of zo. Ik zag hem op Fitwiz staan, dus dat is sick. Klasse van hem. Maar doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Deze video de 1000 likes gehaald. Ik zou het enorm waarderen. 10 dingen op de transferlijst. En die heb ik gedaan om een speler te kunnen veroorloven. Waarvan ik weet niet of ik hem in de vorige video heb laten zien. Want op het moment dat ik dit gedeelte opneem, weet ik niet of ik de vorige video... Nee, die heb ik nog niet eens bewerkt. Dus ik weet niet wat ik wel en niet erin laat voorkomen. Ik word wat ouder. In ieder geval, het team waarmee ik het heb gedaan, ziet er zo uit. Ik moest nog wat coins hebben om Inform Tolisso te halen. Want het is gewoon zo'n grote speler. En hij was goed voor me dit weekend. Hij was klasse. Lingard was een positieve verrassing, zeker. 57 goals, 38 assists in 95 wedstrijden. Heel tevreden met hem. Marco van Basten. Grote speler. Hij is niet voor iedereen. Waarschijnlijk heb ik je dat heb ik je waarschijnlijk wel verteld in de vorige video in het gameplay gedeelte. Maar hij is indrukwekkend. Je hebt altijd een kans met dit aanvalstrio. Je schiet, het is moeilijk om niet op doel te schieten. Je hebt altijd kans. Je hebt 49 goals, 52 assists. Bergkamp was zo fantastisch. Echt heel erg chill om te hebben. Del Piero natuurlijk ook nog altijd een grote speler in mijn team. Dat zal ook altijd zo blijven, denk ik. Mijn wissels waren dit weekend beter dan vorig weekend. Wat ik uiteindelijk deed. Want in het begin, ik wisselde wel wat, maar ik had niet echt een plan meer. Uiteindelijk, wat ik in heel veel games deed uiteindelijk. Maar als 165ste minuut, zette ik Vidal linker center mid. Ging Tolisso eruit voor rode inform Alan. Ging Pirlo erin voor Lingard. En Alessandrini erin voor Del Piero. En dat was ideaal. Dat was echt geweldig wisselbeleid voor mezelf. Ik heb wel de intentie om veel te veranderen natuurlijk. Maar dat komt allemaal in de loop der tijd. Vandaag, ik weet erin dat ik dit op maandag opneem voor mezelf. Is omdat Team of the Year nog in packs zit. En de kans is minimaal dat ik wat krijg. Maar het is een grotere kans dan helemaal niks wanneer ze uit packs zijn. Dus, 2 megapacks, 40k erbij. Camille Gleek. Waarom hij? Waarom krijgt hij een featured squad? Nee, dat niet mij boeit, maar... Oké, whatever joh. Geinig team. Een Dingo-kaart die ik wel wil. Ik zal denk ik nooit voor zijn prime gaan, want ik speel niet met Wings. Plus, ja weet je, ik hoef niet in-game formatie te wisselen. Dat vind ik vooral heel fijn. Deze kaart is gewoon überhaupt al sick. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen veranderen. Maradona, zieke kaart. 3-ster weakfoot. Dat is lastig. En dat is ook het enige probleem wat ik had met mijn... een van de weinige problemen met mijn team was... Mijn linker centimeter en mijn rechter centimeter, allebei 3-ster, 3-ster. En daar had ik het af en toe lastig mee. Bij Lingard niet zozeer, want die bleef heel veel op de manier dat hij rechts was. Het was voldoende bij Tolisso, omdat ik die weak foot vooral gebruikte om de bal zeg maar laag gedreven over de 16 te passen. Maar niet altijd even ideaal. Nou, we hebben 11 packs staan, vooral van reward dingen zoals je kunt zien. Een paar 2 rare players pack, 81 plus packs. Ik wilde niet mijn hele club gaan leegmaken, maar ik zie zoveel goede dingen erover op Twitter. Dat ik gewoon denk, ik moet er wat meer mee doen dan dat ik op dat moment doe. En ik weet dat ik ook packs moet bewaren, of in ieder geval spelers moet bewaren. Voor SBC's, weet je wel, marquee matchups-achtige dingen. En allerlei zaken die misschien nog komen in de periode tot en met FUT Birthday. Wat ik weet niet wanneer dat is. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat vorig jaar was. Eerste 2 players pack dan maar. Nou, ik moet zeggen, ik ben tevreden. Ik ben tevreden met het feit dat ik weer Elite heb gehaald. Hoe zeg je dat? Mijn icons maakten me draaglijker, is wat ik probeer te zeggen. Ik bedoel, het is taai, want het voordeel van dit jaar, voor mijzelf en natuurlijk ook voor anderen dan, dat is niet heel best tot nu toe. Maar then again, het zijn ook shitbags. In ieder geval, het voordeel dit jaar voor velen, waaronder ik zelf tot nu toe, is je hebt veel sneller toegang tot echt de heel goede spelers, weet je wel. En dat is chill. Alleen, het is ook taai wanneer je één keer per 3 games of soms om de game gewoon tegen Ronaldo komt, tegen allerlei icons, tegen nog betere icons dan ik al heb. En het is echt grinden. Het is echt nog meer grinden dan vorig jaar. Dat is logisch aan de ene kant, maar soms is het ook wel taai dat je denkt van,
moet je weer, weet je wel. Een enkele keer, dan moet ik bijvoorbeeld tegen een team dat 3 at the back speelt, moest ik op een gegeven moment tegen iemand die 3-4-3 speelde en die probeerde te skillen. Leuk, weet je wel, want dan is het gewoon een easy game voor mij. Maar zijn van die games waar je tegen full icon teams komt ervan, van ik dan denk, moet dat nou echt? Paddin, welkom. Ik bedoel, van, het is, hij is SBC materiaal. Ik denk niet dat ik hier iets uit ga krijgen. Ik zag op Twitter een guy die uit, ik dacht dat het een 81 plus pack was. Hij had Ramos en Marcelo Team of the Year in één pack. Dat je denkt, hoe kan je luck zo zijn? Geen borden. Dat is het, ja, het is niet waar je voor tekent vooraf. Kunnen we heel eerlijk in zijn. Oh, Alibel, Martial. Oké, dat is welkom. Dat is eigenlijk, ja, daar ben ik wel tevreden mee. Begrijp me niet verkeerd. Ik zal hem niet vaak meer gebruiken. Maar gezien mijn neiging om van keuze te verwisselen en dus soms wel weer eens met wingers te gaan spelen, is het misschien wel weer schijnig om hem een keertje te gebruiken. En Ziyech natuurlijk speelt een goede klassieker. Maar weet je, vooral heel Ajax. Nou, het was niet heel Ajax speel voor de klassieker. De rest was niet heel goed. Malasia daarentegen was geweldig. Kijk, dat lekker. Prima kaart in ieder geval. Ik denk ook eens dat die glitch wat betekent, maar dat is natuurlijk niet zo. Mata is dat natuurlijk. Een van de aardigste voetballers ooit, maar niet heel goed in game natuurlijk. En dit is aan de ene kant zonde. Oh, Koscielny. Oké, dat is ook wel prima eigenlijk. 284 credits. I'll take it. Ik weet dat ik die twee ooit kan gebruiken voor SBC's. Premium Gold Players Pack. Ik ga de eerste packs openen met de minste rares. En ik wil gewoon, ik wil meer dan dat ik ga krijgen. Ik zou een special card willen. Of gewoon een speler die meer dan 10k waard is. Dat zou mooi zijn. Ik bedoel, het is niet slecht. Zeg maar, door de vele clubs die ik krijg en de verschillende nationaliteiten, kan het handig zijn voor die team of the year nominee SBC's of andere SBC's die dus gaan komen. Maar het is, als je heel eerlijk kritisch bent, is het gewoon niet heel goed natuurlijk. Maar ik heb een team waarmee ik al heel tevreden ben. Dus de dingen die ik wil, kan ik waarschijnlijk kopen op een gegeven moment. Er wordt de ziek team of the week ook voorspeld. Dat is voor mij dan weer enorm lekker. Dingen als Suarez zag ik voorbij komen. Aguero gaat er eentje krijgen. Neymar waarschijnlijk vanwege die 4 goals en die 8-0 overwinning vorige week. En geloof ook dat hij nog 2 assists had. Rare Electric Players Pack. Het zou leuk zijn. Borden in ieder geval. Oké, let's go. Normale, dat is waarschijnlijk niet heel best. Spaans, oké, never mind. Ja, LM Vitolo. Fuck dat. Oh, ik zag een post op Reddit. Dat zou je niet verbazen. Die waarin stond, ban Spaanse boardspelers. Want op de Gea en na is het eigenlijk gewoon allemaal ruk. Oké, de Gea, Sergio Ramos, maar ik bedoel, er zijn er zoveel van Spanje dat je denkt, kan je niet gewoon oprotten? Niemand mag je. Ga gewoon. Sturridge ook, 76 pace. Als je de video van hem hebt gezien waarover, waar hij zelf doorkrijgt dat hij 76 pace heeft, dan weet je genoeg. Alright, eerste mega pack. Geen boards, nice. Ziek, daar teken ik voor. Grapje, ik heb geen eco aan. In ieder geval, ja, het is Thai. Lucas Leiva, allemaal troep. De consumables zijn chill. Ik bedoel, kijk, dit scheelt me weer wat coins door de week. De manager kaart is allemaal, uiteindelijk boeit het chill weinig. En terecht, want het boeit mij ook niet zo heel veel. Alright, tweede mega pack. Laat het wat zijn, alsjeblieft nog een boardspeler. Alsjeblieft, EA. Nope. En daar grind je dan voor. Daar doe je het voor. Dat is het dan. Burbus, Lozano, Vallejo. Ja, het is gewoon niet heel goed. Ik wil lang of kort over doen. Het is gewoon niet heel goed. Dit is dit. Artiest, 2 chemistry styles die ik nooit aan spelers geef. De Marseille kit die ik nooit zal gebruiken. Net als de Birmingham City badge. Maar ik sla ze wel op, want ik ben een verzamelaar. En de Inter kit die ik al heb. En waarvan de shirt van Perisic in mijn kast hangt. Wat wil ik veranderen aan dit team? Qua Team of the Year, je kunt niet, oh wacht, ja, je kunt wel het hele Team of the Year zien als je scrollt. Je ziet ze niet helemaal, toch? Oké, je ziet ze niet helemaal. Dani Alves wil ik op mijn rechtsbackpositie op een gegeven moment. Hij wil Serie A roots, dus technisch gezien valt dat in het plan wat ik had voor een volledig Calcio A-related team. En hij heeft een verleden in de Calcio A nu. Of Serie A is het eigenlijk gewoon, waarom ik blijf Calcio A zeggen. Wat nog meer? Ja, I don't know. Ik weet niet wat ik zal kunnen betalen gedurende het jaar. Maar ik weet wel dat we kunnen wat gaan veranderen aan dit team. En misschien gaan we ook wel wat veranderen aan dit team. Ik weet niet wat. Maar ik sta open voor jullie suggesties. Jullie weten nu dat dit mijn team is. Je kunt zien welke spelers tradable zijn. Ik bedoel, het spreekt redelijk voor zich. De shiny kaarten en Tolisso zijn tradable van mijn basis. Van mijn bank is niemand tradable.
En ik heb ook geen tradable special kaarten meer. Dus drop een suggestie. Ik ben benieuwd. Dit team is duidelijk goed genoeg voor niet. Oh, voordat ik het vergeet, want ik zag een comment vanochtend. Iemand die vroeg, wat zijn mijn custom tactics? Ze zijn niks bijzonders. Ze zijn, ja, het zijn mijne. Maar maak ervan wat je wilt. Dit past bij mijn speelstijl. Hoe heb ik dat ontdekt voor wat voor mij werkt? Ik vulde gewoon een keer wat in. Waarvan ik dacht dat het aan zou sluiten bij wat ik, hoe ik graag speel. En dat is zo. Dus ja, weet je, probeer een beetje te... Probeer te zien hoe je zelf speelt en laat het daarop aansluiten. Stay back. Stay back while taking God Blessing Lanes. Stay forward. En getting my press back line op allebei mijn spitsen. En dat doet de job. Dat is goed genoeg. Natuurlijk ga ik Lingard op een gegeven moment vervangen. Net als mijn verdediging. Ik bedoel, het ding is ook, en dat is wat me op een gegeven moment irriteerde. Het was een game die ik won. Maar het was tegen iemand die switchte in-game van formatie. Hij ging 4-2-3-1 spelen. Hij had Kante en Bakayoko. Hij had Martial. Hij had player van Mansane en Salah. Hij wisselde Lozano erin. Het was zo... Ik weet dat ik er ook schuldig aan ben, want ik gebruik ook spelers die mega populair zijn. Maar het is zo basic. Het is zo, echt zo overused. Het is ziek saai. Het is echt saai om dat te zien. En daarom wil ik ook gewoon een beetje... Weet je, ik zeg niet dat ik mega creatief ben. Dat zeker niet. Maar niet iedereen gaat Van Basten unlocken. Niet iedereen gaat Bergkamp unlocken. Omdat ze bijvoorbeeld niet snel genoeg zijn. Of ze passen niet in de meta. Dan denk ik, ga toch een eind weg met je meta, man. Je moet het toch leuk hebben in FIFA. Dat is waar die kaarten voor mij, weet je. Ze maken het een stuk draaglijker. Begrijp me niet verkeerd. Bill is een fantastische speler en elke coin waard. Maar iedereen heeft hem op een gegeven moment als ze coins hebben. Ik bedoel, het is zo overused. Anyway, dat was even wat ik voor deze aflevering wilde doen. Niet heel veel backluck gehad, maar then again wel veel impacts. Is er trouwens nog een Team of the Year nominee SBC? Is hier nog? Nope. Deze packs ga ik nu laten. Ze zijn nog een paar uur. Ik ga geen 81 plus's meer doen. Ik kan... Wacht, wat heb je nodig voor een tradable Team of the Week upgrade? Oh, wacht, dat is waar je die twee informs voor nodig hebt. Nee, dan ga ik het niet doen. Ik ga wel gewoon hopen dat ik geluk heb met Elite 3 rewards deze week. En mijn 100k pack dat ik erbij kreeg. Plus de 70.000 coins. En dan zie ik je later weer bij een nieuwe video.